NEC heeft maandagmiddag het parateam gepresenteerd. Hierin zitten mensen die via de Sint Maartenskliniek revalideren en nu onder het logo van NEC gaan sporten. Algemeen directeur Wilco van Schaik tekende het contract met elke deelnemer en verwelkomde ze bij de club. Na de revalidatie mogen ze nu onder de vlag van NEC verder gaan sporten. Dat houdt in dat wij mensen met een lichamelijke beperking contracteren. Voornamelijk zijn de mensen met een amputatie. Op het moment dat ze revalideren worden ze heel erg opgetraind. En op het moment dat ze dan vervolgens thuis komen te zitten vallen ze eigenlijk stil. En wij willen eigenlijk een traject aanbieden na het moment dat ze eigenlijk stil te vallen. En dan komen ze bij ons bij het NEC Parateam, gaan ze één keer in de week sporten. En stromen ze daarna uit bij het reguliere aanbod van Stichting Koprol. Ik heb eens een nekhernia gekregen en daardoor heb ik een incomplete dwarslesie opgelopen. Dus zeg maar, zo'n pin hier in mijn nek. En dan heb ik nog problemen met de zenuwen. Ik kan ook zo moeilijk hard rennen, zeg maar. Dat is gewoon voorbij. Dus ik probeer hier zo goed mogelijk te leren lopen. Dus ik liep eerst echt alsof ik een krat bier op had, zeg maar. Maar dat kwam puur zo door de zenuwen. Ja, ik denk dat het een geweldige combinatie is van een aantal facetten. En ik denk dat we als club heel trots mogen zijn dat we dit kunnen aanbieden samen met de betrokken partijen. Het is gaaf om te zien dat er dan ook een support daarbij zit. Die we een jaar lang geluksmomenten kunnen bezorgen. Die we een jaar lang kunnen ondersteunen. En als je die ziet opfleuren, ja, dat doet dat je natuurlijk heel goed. Aanstaande woensdag mogen ze gaan beginnen in hun eigen gekregen NEC-shirt. En daar zijn ze trots op. Ja, zeker, maar die draag ik normaal ook al zo door de week. Dus. 1, 2, 3.